Zeg je, waar we het ook even gaan over hebben, is die zaterdag 9 mei. Een dame die we echt in de bloemetjes moeten zetten. Yvonneke Verbeek. Ja, Yvonneke is dus 95 geworden. En het is eigenlijk een beetje op aanvraag van haar. Omdat ze op mijn nieuwjaar zei, zo dat ik vroeg, allez, buiten een flesje champagne en lekker gaan eten. Was zo, hey, met wat kan ik u nog plezier doen? Oh, zegt ze, nog zo'n feest. En ik heb dat ook voor haar 80ste verjaardag gedaan. En ik dacht, och, ik ga het toch maar doen. En dan ben ik erin gevlogen samen met het stadsbestuur van Blankenbergen en ook van het Wit Paard, de directie van het Wit Paard. En dat is op 9 mei. We hebben een namiddagvertoning, speciaal voor de senioren. Dat ze dus zelfs met een trein kunnen komen. En we hebben een avondvoorstelling. En ook groepen zijn welkom. Er is nog plaats. En we gaan die Yvonneke echt vieren met alles erop en eraan. Ja.